Op nu.nl stond vandaag een artikel over zonnepanelen die door mensen steeds vaker uitgeschakeld worden om de terugleverboete te voorkomen. En waarom dat in veel gevallen niet verstandig is. Nou, het artikel zal ik hieronder wel even naar linken. Maar het artikel kenmerkt zich eigenlijk doordat het heel algemeen van opzet is. Terwijl er zit heel veel verschil tussen de drie verschillende typen zonneomvormers. Namelijk de micro-omvormers, de optimizers en de string-omvormers. En elke van die drie omvormers gaat hier anders mee om en kan hier wel of niet tegen. Het leek me daarom wel leuk om even een heel kort videootje te maken om even die drie systemen te laten zien. Uit te leggen kunnen ze wel of niet tegen het zomaar uitschakelen. Kun je ze uitschakelen dat het wel veilig kan en hoe vlieg je dat aan? Ik ga het in deze video dus ook niet hebben over het schakelen met negatieve tarieven. Steeds meer omvormers zoals SolarEdge, die heeft het al. Enphase zit momenteel landelijk aan het uitrollen. Dat je panelen dus uitschakelen wanneer de stroomprijs negatief gaat. Kan handig zijn voor mensen met een dynamisch contract. Daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het hier puur hebben over handmatig schakelen. En welke omvormers daar wel en welke daar niet tegen kunnen. Nou, om te beginnen hier bij de micro-omvormers, in dit geval van Enphase. AC-zijdig schakelen, dat is dus eigenlijk het schakelen met de knoppen in de groepenkast. Dus dat je de AC-spanning weghaalt. DC-zijdig schakelen is bij de panelen op het dak. Nou ja, bij Enphase heb je natuurlijk achter elk paneel één micro-omvormer zitten. Dus ja, van DC schakelen is in dit geval geen sprake. Micro-omvormers kun je doorgaans gewoon prima met de knop in de groepenkast uitschakelen. Want je doet daarbij eigenlijk niks anders dan wanneer de Q-relais dicht zou gaan. Of open, hè? Hij verbreekt de verbinding. Dat is ook AC-zijdig schakelen. Kan hij gewoon tegen. Is verder geen enkel probleem. Maak daar natuurlijk geen discolamp van. Maar je kunt daar in feite gewoon prima AC-zijdig mee schakelen. Wat dan nog wel even handig is om te doen. Is als je dan je IQ Gateway, zoals ik die hiernaast heb hangen. Dat is het kastje hier. Als je die op een andere groep zet dan je panelen. Dan blijft de IQ Gateway wel van spanning voorzien, maar daar gaan de zonnepanelen wel uit. Daarmee zorg je ervoor dat de monitoring gewoon doorloopt. Dat is net even wat beter. Maar ze kunnen er in feite dus gewoon prima tegen. Dan hebben we hier de SolarEdge omvormer met optimizers. Dus optimizers die zitten met een loskastje achter elk paneel. Deze omvormers kun je zeker niet AC-zijdig schakelen. Dus niet met een knop in de groepenkast of met een werkschakelaar zoals daar in het grijs rechtsonder in beeld. Zeker niet doen. Maar je kunt een SolarEdge systeem wel uitschakelen met een knop op de omvormer zelf. Die zit hieronder. Dat is deze. Je ziet deze die staat nou op 1. En als we die op 0 zetten, dan zul je zien dat de opwek meteen uitgaat. Hij zal netjes down gaan. Dus de optimizers die krijgen hier geen klap van. Wat wel zou gebeuren als je de hele omvormer AC-zijdig schakelt. Doe dat dus ook niet. Maar doe het gewoon met deze knop. En als je de opwek weer wilt inschakelen, dan zet je hem weer op 1. En dan zal de productie weer worden hervat. En tot slot hebben we de klassieke string-omvormers. Zoals hier een Goodwi 3-fase omvormer en hier een Goodwi 1-fase omvormer. Nou, en als je dan hier kijkt, dan zit daar een schakelaar op om DC-zijdig af te schakelen. Dus als je deze omzet, worden de zonnepanelen afgekoppeld van de omvormer. Nou ja, achter de zonnepanelen zit bij een stringomvormer geen elektronica. Dus geen optimizer, geen micro-omvormer. Dus dit kan vanaf de panelen bezien niet echt kwaad. Alleen de omvormer zelf zou er nog wel eens last van kunnen krijgen. Omdat het toch ja, een klap is die krijgt. Een vermogen wat in één keer wegvalt. Wat eigenlijk een nettere oplossing zou zijn, is om hier, dat is de databus die erop zit, kun je zo'n omvormer ook extern aansturen, bijvoorbeeld via Home Assistant, om het vermogen te laten dalen of te laten stijgen, of helemaal stil te zetten. En dan gaat hij op een hele nette manier gaat hij down. Dus als je dit echt netjes zou willen maken, zou je ook dat nog kunnen proberen. Maar als je een stringomvormer hebt, dan zou ik hem niet schakelen, AC of DC-zijdig. Tot zover deze korte video. Hopelijk kunnen jullie er iets mee. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, laat het onder de video zeker even weten. Mochten jullie me willen sponsoren, dat mag altijd. Elke bijdrage is welkom. Staat onder de video vermeld. En dan wil ik jullie weer een fijne avond wensen.